Het sluiten van kolencentrales is technisch en financieel haalbaar, boekt grote klimaatwinst en voordelen voor de luchtkwaliteit, de natuur en gezondheid in ons land. En is bovendien nodig om een snelle transitie naar duurzame energie te bewerkstelligen. Wat de Partij voor de Dieren betreft sluiten alle kolencentrales in Nederland dan ook zo snel mogelijk. De motie van D66 op stuk nummer 99 vraagt om het uitfaseren van de kolencentrales en om daar samen met de sector een plan voor op te stellen. Wij lezen de motie zo, voorzitter, dat bij het opstellen van het plan rekening gehouden kan worden met een aantal factoren. Niet dat het de voorwaarden zijn voor het uitfaseren van de kolencentrales. En daarvan wilde ik graag nog even voor de handelingen een duidelijk statement over maken. Dank u wel. Dank u wel. Dan gaan we stemmen over stuk nummer 34.302, nummer 99 van Wijnberg van Veldhoven over het uitfaseren van kolencentrales. Wie is voor deze motie? Voor deze motie zijn de leden van ChristenUnie, Klein, Kuzu, Usturk, 50PLUS, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Partij van de Dieren en de SP. De motie is aangenomen. Dan gaan we stemmen over mevrouw van Veldhoven. Voorzitter, aan de vooravond van de klimaattop geeft Nederland een heel belangrijk signaal. Wij stoppen met kolencentrales. En ik wil ook alle collega's die dit mee mogelijk hebben gemaakt heel hartelijk danken. Ik wil graag een brief van het kabinet. En ik ga ervan uit dat de premier volgende week in Parijs ook andere landen zal proberen te overtuigen om zo'n stap te nemen. Dank u wel.